Aflevering 2. En we gaan het in deze aflevering hebben over de zin en de onzin van carnaval. En dat doen we wederom niet met z'n tweetjes. Nee, zeker niet. We hebben weer twee mensen weten te strikken die ons daar alles over kunnen vertellen, die de spijker op zijn kop kunnen slaan. Dus het belooft weer een weerrotse aflevering te worden. Geen tijd te verliezen, we gaan beginnen. Ik vind dat wij ervoor moeten zorgen dat het voor iedereen kan zijn. Het is gewoon onzin dat dat gebeurt, maar dat maakt me net zo leuk. Mijn naam is Simone Kleintjes en carnaval is voor mij samen zijn met familie en vrienden en kunnen genieten van een feestje vieren. Een moment waar je alles los kan laten, een eigen invulling kan geven aan het carnaval en in verbinding staat met de mensen binnen de Hooghanzen. We gaan zo een gesprek met Robert Philips. Nou, de man heeft natuurlijk geen verdere introductie nodig. De Arnhem Band, Hooghanzen, het Thomas. Ja, je kunt zoveel niet opnoemen en we gaan het met hem hebben over de zin en de onzin van carnaval. Toch wel een best wel een lastig onderwerp, ja. Lijkt me. Nou, want waar zit nou precies de zin in de onzin van carnaval? Ik heb geen flauw idee. Dus ik ben heel benieuwd wat dat voor hem betekent. Ja, maar daarom hebben we ook Robert gevraagd. Hè. Lastig onderwerp, maar die heeft daar vast interessante ideeën over. En die worstelt zich daar prima doorheen. Dat doet hij. Ja, en dan beginnen we met de vraag. Wat is carnaval voor jou? Carnaval is voor mij een gelegenheid om mensen te ontmoeten en om samen dingen te organiseren en gewoon plezier te maken en ja, eigenlijk bij elkaar zijn. Dat is waar het over gaat volgens mij. En als je daar nu naar kijkt hoe dat nu is, is dat zoals dat goed is? Of? Nou, als je met nu bedoelt de afgelopen anderhalf jaar, nee, dat is niet goed. Maar daar hebben we mee te maken. Maar als je praat over de periode daarvoor, hoe het de afgelopen 10, 15 jaar, wat ik wat intensiever heb meegemaakt, dan denk ik, ja, dat is prima. Wat ik mooi vind, is dat iedereen op zijn eigen manier wel een aandeel kan hebben in het geheel. En dat kun je heel low profile doen, dat kun je heel minimaal doen. En dat kun je heel intensief doen. En dat kun je super belangrijk vinden en je kan het ook heel gewoon vinden. En eigenlijk alles maken daartussen, die zijn er en daar is ruimte voor. Ik ken weinig hobby's waar werkelijk iedereen met elke achtergrond wel iets kan doen of kan halen, kan brengen wat hij leuk vindt. En ik denk dat de carnaval, zoals de Hooghanzen dat viert, zo'n hobby is. Dat is eigenlijk heel zinvol dat de Hooghanzen er is. Ja, ja, nou ja, we moeten ook realistisch zijn. Als het niet carnaval zou zijn, maar een geitenfokvereniging, dan kan dat in principe ook. Ik heb wel eens vaker gezegd, volgens mij gaat het in het leven uiteindelijk ten diepste om twee dingen. Mag ik er zijn en mag ik meedoen? En voor beide dingen is plek binnen de Hooghanzen. Ja, je mag er zijn, kom erbij. En ja, je mag meedoen. Zoek iets uit wat je wil, wat je leuk vindt. En er is plek. Ja. En dat is volgens mij, als je echt helemaal naar de kern van de zin van carnaval, of ja, de zin van de Hooghanzen, of dan zit die daar, denk ik. En dan heb je natuurlijk ook nog een stukje onzin. Ja, dat is eigenlijk alles wat daar. Genoeg, ja. Dat is eigenlijk alles wat daar buiten valt. Ja. Maar voor anderen valt dat er weer binnen. Mensen hebben verschillende opvattingen over hoe belangrijk iets is. En daar kun je zin en onzin van maken. Kijk, carnaval zoals wij het vieren, het Rijnlandse carnaval, zeg maar, dat gaat over de maatschappij even kritisch tegen het licht houden. En eigenlijk ook de omkering daarvan. En als je daar wat onderzoek naar doet, dan zie je inderdaad dat daar hele mooie ideeën over zijn. Ik denk dat het overgrote deel wat op een willekeurige zondagavond in het carnavalsweekend in Muzen staat, zich dat niet bewust is. En dat is ook prima. Ik bedoel, je komt om een feest te vieren en dat is goed. Maar het belangrijker maken dan het eigenlijk is, ja, dat is ook een beetje onzin, ja. Ja. Onderaan de streep is het een hobby. Het is niet een way of life of een levensdoel voor eeuwig of zo. Nee, het is gewoon een hobby. Die ene week denk ik wel. Ja. Als het echt carnaval is, dan is het wel echt een way of life, denk ik. Want denk je dat het ook voor sommige mensen dermate belangrijk is, carnaval, dat ze bijvoorbeeld even de jaarlijkse sleur willen doorbreken en dat carnaval dan even een goed medicijn is? Zeker, zeker. Maar ja, jij zegt die ene week is de way of life. Ik begin daar gelijk over na te denken. Ik denk eigenlijk dat het andersom is.
laat ik het anders zeggen, ik ervaar het zelf andersom. Ik vind carnaval zelf, de grote dagen, ik vind het leuk. Maar ik ben inmiddels ook al niet piepjong meer. Ik ben inmiddels al 50. Dus ja. Ben je al 50? Ja, pas 50. Zie je niet, hè? In dit licht zie je dat helemaal niet. Maar die grote avonden, daar kan ik prima buiten. Maar ik zou het wel heel jammer vinden als ik alles wat er in de rest van het jaar zit en de contacten die je met mensen hebt, als ik dat zou missen. Stel dat die weken niet zou zijn, zou carnaval dan nog hetzelfde zijn voor jou? Nee. Zou dat een heel groot gemis zijn voor jou? Ik kan het niet los van elkaar zien, want die week is wel de apotheose. En ik noem net de zondagavond in Muzes en dat is de drukste avond en waar het meeste volle komt wat niet die achtergrond heeft. Maar als ik dan de zondagochtend bekijk, dat we met een groep in de kerk zitten of de brunch in Muzes of nou, noem maar op. Daar vind je wel weer, dat zou ik veel meer missen dan die zondagavond. Ik zou de zondag prima de hele dag mee kunnen maken en dan s'avonds om 11:00 naar huis gaan. Ja. Daar zou ik weinig last van hebben, denk ik. Jij komt niet voor het hossen? Nee. Nee. Heb ik nooit zo gehad, hoor. Nee. Nee, vroeger had je inderdaad, of je mocht niet, en als je, want dan was je gewoon te jong om naar carnaval te gaan. En als je dan wel mocht, dan bleef je eerst vooral boven. En dan kwam er een fase dat je boven was en ook beneden was. En op een gegeven moment komt er een fase dat je beneden bent en vooral ook naar de ravelijnzaal ging. Want dan, ja, daar was het oude hoeren. Je vond altijd wel je plek. Ja. Ik moet zeggen, ja, ik zit dan zelf ook in de organisatie van het Galaconcert. En we hebben natuurlijk een paar jaar gehad dat we in de Eusebiuskerk zaten, waar je ruimtes niet kon scheiden. Dat hebben we nu wel weer. En nou, wij zoeken ook wel heel gericht en bewust naar voor elk wat wils. Dat iedereen daar wel ergens een plekje kan vinden. En ja, dan hoort daar ook bij dat je de, nou, laat maar zeggen, de 65-plussers die willen zitten en elkaar willen kunnen verstaan. Ja, daar moet je ook iets voor organiseren. Mm-hmm. Dus ja, volgens mij is het de kunst om de breedte daarin te raken. Ja. We hebben het natuurlijk over de zin en de onzin van carnaval. Mm-hmm. Je stipt inderdaad het Galaconcert aan. Wat is de zin van het Galaconcert? Kijk, het is natuurlijk ooit begonnen als, ik denk eigenlijk dat het altijd al wel een fundraisingavond is geweest. Het is de afgelopen jaren altijd wel de avond geweest waar door kaartverkoop ook een batig saldo is en we het sociale carnaval in de lucht kunnen houden. Voor een deel is dat ook gewoon het zorgen dat de vereniging daarop kan draaien. Want daarmee houd je het sociale carnaval in de lucht. Ik vind het zelf een hele mooie avond waarin je op stijlvolle manier het cachet wat carnaval ook kan hebben kunt laten zien. En het is mooi als we daar een batig saldo aan overhouden. Maar ik zou de avond ook heel veel waarde vinden hebben als dat er niet per se is. Ja. Ik zou het jammer vinden, stel je voor dat je er nooit meer een batig saldo aan over zou houden, zou ik het jammer vinden als je dan ook gelijk maar stopt met die avond. Dus ja, het dient meerdere doelen. Ja. Misschien ook wel een manier om mensen bij carnaval als totaal fenomeen te betrekken die daar anders nooit in mee zouden doen. Want het is natuurlijk, de drempel is hoog voor sommige mensen omdat het een galaavond is met alle dingen die daarbij horen. Maar de carnavalsdrempel is daar denk ik een stuk lager. Dus mensen die wel iets hebben met stijlvol, gala-achtige dingen, maar niks met carnaval, die kunnen daar prima uit de voeten. Die kunnen daar zich prima thuis voelen. Ik denk dat dat wel een uniek dingetje is van die avond. Dus wat betreft is carnaval wel voor iedereen? Ik vind dat wij ervoor moeten zorgen dat het voor iedereen kan zijn. Dan raak je misschien ook gelijk wel een maatschappelijk thema, de inclusiviteit. We zijn wel best wel een monocultuur van bij de onganzen. Mm-hmm. Het zijn allemaal mensen met een vergelijkbare culturele achtergrond. Ja, ik denk dat daar niet heel veel diversiteit in zit. Dus ja, voor iedereen. Zou je dat anders willen zien? Tuurlijk. Ja. Ja. Maar je bent nou denk ik wel, wat je zegt, met veel gelijkgestemden. Maar dat gebeurt toch denk ik ook een beetje automatisch? Dat je als groep het zichzelf selecteert in die zin is niet vreemd. Nee, dat is niet vreemd. Maar ik zou het wel mooi vinden als daar de randjes misschien iets verder opgezocht worden of gevonden worden. Of dat die vanzelf komen. Dat zou ik wel mooi vinden. Ik denk dat we allemaal wel redelijk goed kunnen definiëren wat de monocultuur die we nu zien bij de onganzen is. En alles wat daar niet 100% in past, is wat mij betreft helemaal welkom. Hartstikke leuk. Ja, nee, dat ben ik helemaal met je eens. En ja, hoe dat dan moet, of je daar een doelstelling van moet maken, dat weet ik niet. Dat vind ik een lastige discussie. Maar ja, je moet in ieder geval de deur wagenwijd openzetten, denk ik.
ja, hoe het zou kunnen, dat zou ik eigenlijk niet weten, aangezien carnaval toch ook wel een beetje is wat het is. Ja. Want je hebt denk ik nou gewoon een groep mensen in Arnhem die carnaval willen vieren. Die komen carnaval bij de Ganzen vieren, voornamelijk. Ja, en er uiteindelijk zijn ook nog wel wat andere verenigingen die het in kleinere zaaltjes en, ja, precies, en, groepen, ja. En met groepen op straat of zo. Die is er wel, maar het overgrote deel komt dan net om Ganzen. Mm-hmm. Ja. Maar uiteindelijk moet je wel mensen kunnen verleiden met het carnavalsfeest. Dus... Ja, nou, maar daar kom je dan wel weer terug bij waar we het net over hadden. Voor die mensen die naar de grote dagen komen. Het element carnaval. Ik zie daar ook jongelui in het pakje lopen waar ze overdag de vakken mee vullen bij de Albert Heijn. Ja. En dat is dan een andere kleding dan gewone kleding. Of ze hebben een sportoutfit aan. En daarmee komen ze een feest vieren. Als je dan kijkt naar wat gebeurt als Vitesse een keer een KVB-bekerfinale speelt. Of als Nederland een keer goed doet bij de Olympische Spelen of bij een voetbaltoernooi. Dan zie je ook heel veel mensen zich uitdossen en eigenlijk hetzelfde feestje vieren wat er op de grote avond in Muzes gebeurt. Alleen is daar de diversiteit groter. Ja. Dus het weerhoudt die mensen niet en niet van om met een grappig hoedje op een feest te vieren. Maar de stap maken naar carnaval is dan kennelijk eentje te ver. Ja, en die brug bouwen, dat zou mooi zijn als dat lukt. Maar tegelijkertijd, dat is een prachtige, makkelijke uitspraak. Ik geef me gelijk gewonnen als iemand me vraagt, nou, ga maar doen, dan hoe dan? Ja, ik ja, precies. Niet. Ja, dat was mijn volgende vraag. Hoe dan? Ja, ja. Hoe dan? Ja, hoe dan? Nee, ja. Dat is heel moeilijk. Ja. Dat is heel moeilijk. Ja. Ja. En ik weet het niet, als ik de Ganzen van dit moment bekijk, denk ik ook niet dat daar nu prioriteit naar uit moet gaan. Want volgens mij hebben we als club met z'n allen nog wel iets te doen in het elkaar weer terugvinden. Want we zijn elkaar natuurlijk de afgelopen tijd wel een beetje kwijtgeraakt. Ja. En enerzijds hoop ik dat iedereen zo vreselijk veel zin heeft om weer feest te komen vieren en weer mee te doen. Dat we qua aanwas, animo, enthousiasme te veel krijgen voor het geval dat al zou kunnen. Ik kan me ook voorstellen dat mensen zeggen van nou, ik heb het nu 2 jaar moeten missen. En eigenlijk mis ik het helemaal niet. Dus ik blijf dat gewoon niet doen. Dat zou ik heel jammer vinden. Wat heeft carnaval jou gegeven? Mevrouw. En daarmee ook mijn kinderen. Maar vooral ook het... het is lastig om dat uit elkaar te trekken. Want ik ben bij de Ganzen terechtgekomen via de Arnhem Band. En ik zou hetzelfde antwoord ook bij de Arnhem Band kunnen geven. Want via de Arnhem Band heb ik ontmoet. Ja, je hoort ergens bij. Wat ik net zei, het gaat ten diepste om mag ik er zijn en mag ik meedoen. En dat heb ik daar gevonden, ja. En wat vind je eigenlijk daadwerkelijk van het carnavalspelletje wat er gespeeld wordt? Ja, rituelen zijn belangrijk. Ik denk dat rituelen zorgen voor herkenbaarheid. Dat mensen snappen, oh ja, dit is een uitingsvorm van hoe we bij elkaar horen. En als het die rol heeft, als het die betekenis heeft, vind ik die rituelen ook hartstikke leuk. Als je dat te serieus gaat nemen, dan denk ik dat je jezelf en je omgeving daarin ook wel tekort doet. Je moet jezelf wel met een knipoog kunnen bekijken. En er zijn rollen binnen de vereniging die in het spel heel belangrijk zijn. Maar dat maakt de persoon die het doet niet zoveel belangrijker. Ik ben de afgelopen 2 jaar, de laatste 2 jaar dat het gewoon gevierd werd, ook op Rosamontag naar Keulen geweest. Ik was er al ooit eens met de Arnhem Band geweest en toen was ik diep onder de indruk van wat daar gebeurt. En nu ben ik de afgelopen 2 keer dus zelf geweest met Michiel Roelofsen samen. En daar zie je de combinatie van het Rijnlandse, dus het theaterstuk, maar ook alles gebeurt op straat. We zijn in geen kroeg geweest. Alles gebeurt daar op straat op Rosamontag. Mega vol, meer dan 1 miljoen bezoekers in de stad. Ik heb nergens iets meegemaakt van gedoe en geouwehoer. Waar ik het beeld heb dat Duitsers toch best gevoelig zijn voor rangen en standen. Meende ik daar ook te zien dat die zichzelf daar met een gezonde dosis zelfspot, inderdaad, dat is het goede woord, zich daar portretteren. Vind ik prachtig, vind ik super gaaf. Ik vind het zelfs zo leuk dat ik vorig jaar al geprobeerd heb om te peilen binnen de vereniging van, nou, zijn er mensen die mee willen naar Keulen op maandag? Nou, een busje vol was zo geregeld, dus het is mijn bedoeling om voor dit jaar op Rosamontag met een bus 's ochtends naar Keulen te gaan, 's middags weer terug te komen. Gewoon om dat eens te zien. En dan denk je, ja, dat is toch wel hoe het spel ook gespeeld kan worden. Het is niet voor niks dat ik heel bewust in mijn prinsenjaar een slager heb gemaakt. Met een thema wat ik
geprobeerd heb in mijn prinsenjaren ook echt uit te dragen. En dat rood, groen, blauw, dat heb ik niet verzonnen. Dat is al verzonnen. Maar ik vind het heel mooi om op die manier de mensen bij elkaar te proberen te brengen. En nou ja, jullie kennen het liedje misschien is wel. Is dat zinvol? Ik heb het wel bedoeld als zinvol, ja. Ja. Ik weet niet of iedereen... Dus je hebt er wel echt een idee achter gehad. Jazeker. Ja. Jazeker. En ook het samen zingen, dat vind ik... Dat verbindt. Prachtig. Daar heb ik zo van genoten. Echt dat je... ja, mijn jaar was dan in Luxor. En daar heb je in één oogopslag de hele club bij elkaar. Letterlijk bij elkaar. En daar was geen ruimte voor aparte groepjes. Want er was zo weinig ruimte dat iedereen gewoon tegen elkaar aan stond. En daar had je ook gewoon niet de mogelijkheid om als groepje je af te zonderen. Dus ja, de hele boel bij elkaar was ons motto. Dat werd daar gewoon super zichtbaar. En dat je in het verloop van die weken dat je daaraan werkt, naar carnaval toe, dat je op een gegeven moment ook productie, decoren opbouw, die hadden dat heel mooi opgepakt. In één keer hing de zaal echt vol met alleen maar rood, groen, blauwe ballonnen. Dat nummer werd 10 keer op een avond gespeeld. En als je aan het eind van de avond de hele zaal mee ziet doen met rood, groen, blauw in onze kleuren. Dat was wel een moment dat ik dacht van ja, en dit is wat ik nou graag wil overbrengen. Dit vind ik super gaaf. En iedereen zingt daar mee. En de een zal begrepen hebben wat mijn boodschap was. En zal die tekst ook niet alleen maar meelezen, maar ook over nadenken. En het is geen hoogstaande literatuur hoor, voor de duidelijkheid. Maar er zit wel een boodschapje in. En de ander denkt, oh, makkelijk liedje. Lekker lallen. Mee, het is goed. En allebei is goed, hè? En ik vind dat vind ik mooi. Hier heb ik geprobeerd iets toe te voegen, iets te leveren wat er nog niet was en wat betekenis heeft. En ja, hoe houdbaar het is, ik weet het niet. Ik heb mijn best gedaan en we hebben het tot vervelens toe gezongen. Nee, toen ik doorhad van, ik ben prins, dus ik heb ook ik moet op die wagen en dan sta je op afstand en je kunt horen dat een beetje zwaaien. Nee, dat moet anders. We hadden geregeld dat de speakers van de wagen naar buiten gericht stonden. En ik had een microfoontje om. Dus als ik iemand langs de weg zag staan, en ik ken natuurlijk veel mensen, want ik werkte toen 20 jaar op Thomas, Arnhem Band, sowieso van de Onganzen. Dus je kent heel veel mensen langs de weg. Dan wil je even, hoe is het met je? Dan wil je even contact kunnen leggen. En wij wilden dat nummer gewoon 10 keer zingen. En je probeert dan iets uit te dragen van, ik zie je. En ik vind het leuk dat je er bent. En ja, als je jezelf daarin te serieus neemt, dan stel je niet de vraag, of dan zeg je niet ik zie jou, maar dan stel je de vraag, zie jij mij wel? Het gaat erom dat je de ander ziet, Bram. En niet dat je bezig bent met of de ander jou wel ziet. Dat zei die mooi, hè? Dat geldt in het hele leven zo, Jeroen. Dat is niet alleen met carnaval. Niet alleen met carnaval, inderdaad. Nee, nee, maar zonder dolle, dat verwoord hij mooi, inderdaad. Ja, Robert heeft denk ik goed kunnen verwoorden wat de zin en de onzin van carnaval is. En ik denk ook dat er nu heel wat mensen overwegen om een keer op Rozemontak naar Keulen te gaan. Ja, dan als Robert moet geloven, kunnen ze daar inderdaad wel een feestje bouwen. Mocht je nou als luisteraar nog twijfelen, dan zou ik zeggen, begin er eens over met Robert. Ben je een paar uur verder? Ja, dan kost je een paar uur, want enthousiasme spat er vanaf. Ja, ik sta er niet raar van te kijken als volgend jaar de hele vereniging op carnavalsmaandag een dagje naar Keulen gaat. Inderdaad, zou ik zeker aanraden. Robert, denk ik, raadt dat ook zeker aan. En dan gaat hij natuurlijk ook wel in de bussen gewoon zijn eigen carnavalsnummer zingen, denk ik. Ja, zo gek krijg je hem zo wel. Zo gek krijg je hem wel. Maar ja, wat is eigenlijk jouw favoriete nummer dan, Bram? Mijn favoriete carnavalsnummer? Jouw favoriete carnavalsnummer. Oeh. Ja, dat is een pittige. Nou, ik ben sowieso wel iets meer van de oude carnavalsklassiekers dan van de stampende snolwolkers muziek. Ik zou zeggen, en nou die handjes de lucht in. En nou die handjes de lucht in? Ja, ja, gewoon, ik heb gewoon wel eens dat gevoel van, laat nou maar eens de boel de boel. Gewoon even de boel de boel laten. Beetje dansen, beetje chansen. Je weet wat ik bedoel.
Heb de gein ook wel eens naar gevoel? Val op nou eens de boel, maar de boel. Om te dansen en te chansen. Ach, je weet wat ik bedoel. En nou die handjes de lucht in. En kijk me lachend aan. Dan zal er voor jou ook een wereld open gaan. Vroeger, toen ik nog op de lagere school zat, gingen we met carnaval altijd logeren bij mijn opa en oma in Noord-Limburg. Zij woonden, want inmiddels zijn ze allebei overleden, in een dorp bestaande uit wat straten, alle vernoemd naar de leden van het koninklijk huis, de kerk en kroegen. Een typisch Noord-Limburgs dorp. Buiten mijn eigen ooms en tantes en kleinkinderen van de buren kende ik niemand. Mijn moeder daarentegen wel. Ze was tenslotte in dat dorp opgegroeid en vele van haar voormalig klasgenoten waren daar blijven hangen. Voor haar was de carnaval dan ook een soort van reunie, onder het genot van wat biertjes gezellig bijkletsen. Voor mij was het niet zo'n feest. Ik vond het saai, ik kende tenslotte niemand, had daar geen vriendinnetjes en schaamde me stiekem ook een beetje voor mijn moeder, die door al die biertjes steeds meer schik kreeg. Nee, ik bleef het liefst bij opa en oma. Gezellig spelletjes doen, warme chocolademelk drinken gemaakt van Benko en vlaai eten. Op zondag gingen we naar de optocht in het naastliggende grotere dorp. Misschien toen al wel een stadje. Met onze jaszakken vol met vieze plakkerige zuurtjes en koetjesrepen gingen we terug naar huis om de volgende dag de kinderoptocht in hun eigen dorp mee te maken. Bijna alle buurten in het dorp hadden wel een kleine wagen of trekkar gebouwd. Het was tenslotte een optocht waar kinderen, als ze niet meeliepen, gewoon doorheen konden lopen. Een kinderoptocht. Tijdens deze optocht werden lokale issues flink op de hak genomen. Als je als wethouder, bestuurder of pastoor niet voorbij was gekomen tijdens de optocht, had je het afgelopen jaar niets opvallends gedaan. Omdat ik niet in het dorp woonde, begreep ik natuurlijk niet alles. Zeg maar gerust, bijna niets. Maar ik vond het wel gaaf dat al die buurten gezamenlijk wat maakten en allemaal in hetzelfde thema verkleed waren. En eigenlijk was ik ook best wel een beetje jaloers. Want dat gebeurt in de grote stad niet. Hier gebeurt dat, weet ik nu, wel in verenigingsverband. Carnavalsdinsdag was de dag voor mijn opa en oma. Dan was de boerenbruiloft. De meest echte nepbruiloft die ik ken. Mijn opa in een mooi jacket met boerenpet en mijn oma in een mooie zwarte jurk met schort en een wit kapje op haar hoofd. Met vanuit mijn kinderogen bezien alle opa's en oma's van het dorp liepen ze al zwierend op weg naar het oude gemeentehuis. Oude gemeentehuis, omdat het dorp na mijn geboorte was samengevoegd met een paar anderen. En daarmee was het gemeentehuis dus het oude gemeentehuis geworden. Op het balkon van het oude gemeentehuis werd het boerenbruidspaar, twee veelal niet bij elkaar horende uitverkorenen, onder toeziend oog van de vooraf aangewezen getuigen en alle opa's en oma's in de zogenaamde echt verbonden. De toespraak van de ambtenaar van de burgerlijke stand zat altijd vol met anekdotes die voor nogal wat hilariteit zorgden onder de vele aanwezigen. Na de echte nepverbinding liep iedereen al napratend in de optocht verder naar de kroegen, waar tot stip 12 uur feest werd gevierd, met het nodige bier, bessen en brandewijn. Het feest van mijn opa en oma. Carnavalsdinsdag was dan ook de echt enige dag in het jaar dat mijn opa en oma niet op ons wilden passen. En dat begrijp ik nu heel goed. Als ik op dinsdagmiddag op de boerenkermis bij de Onganzen in Muses opa's en oma's met hun kleinkinderen spelletjes zie spelen, gaan mijn gedachten nog wel eens uit naar toen. Was getekend Marie-José van den Beukel. Ja, dan gaan we nu doen waar we zo bang voor waren. En dat is het vertrouwde Arnhem verlaten, omdat we in gesprek gaan met Jan Kuipers. Jan Kuipers. Ja, en Jan en Maud die wonen natuurlijk in Heteren. Dus we mogen de auto weer in. Precies, ja, maar we moeten wel even met Jan praten, want Jan is, net als Robert, ex-prins, zit in het convent en zit in de Senaat. Ja, dat klopt. Ja, en ik ben toch wel ook benieuwd, daar gaan we Jan ook eens even stevig over aan de tand voelen, wat er nou allemaal gebeurt in de Senaat. Want het is toch een beetje een exclusief clubje. En, dat is de elite. Een beetje de elite. Nee, maar ik ben oprecht wel benieuwd
hoe die senaat functioneert. Dus daar gaan we hem zeker ook even naar vragen. Ja, en natuurlijk naar hoe Jan kijkt naar de organzen. Wat maakt het carnaval volgens hem nou echt het vieren waard? En waarom is het bovenal gewoon zo'n leuk feest? Nou, precies. Ja, je kent de vereniging dan echt van voor naar achter. Ja, dat gebeurt al. Maar hoewel, er zijn natuurlijk ook heel veel dingen die ik natuurlijk ook toen nog niet wist, omdat ik allemaal niet meegemaakt had. Hè. Ik kwam zonder iets in één keer als prins binnen. Maar hoeveel jaren zat dat tussen dan dat je voor de eerste keer met Maud naar Muzes was? Ik denk een jaar of 5, 6 denk ik. Oké, okay, dus je kwam wel... Ik schat 5, 6 jaar, ja. En daarna kwam je in het convent terecht? Ja, dat gaat dan automatisch. Hoewel dat op dit moment, de huidige tijd, hebben we daar iets, als convent hebben we daar iets een soort ballotage weer aan toegevoegd. Omdat we vonden eigenlijk, om zomaar in het convent te komen, is eigenlijk niet goed. Er moet wel iets gebeuren. Je moet even wel ontvangen worden in combinatie met een stukje programma. Dat is nu extra in het convent ingevoerd. En toen ben ik ook, en dat was wel bijzonder achteraf, dat ik werd er ook gevraagd voor de Senaat. En dat heeft Jan van Oldeniel heeft mij dat toen gevraagd. En ik wist, en ik ben ook gevraagd voor de 3x11 toen, geloof ik. Maar die Jan van Oldeniel, die was heel aanhoudend. En toen heb ik gedacht, ja, waarom niet eigenlijk? Dus toen ben ik in de Senaat terechtgekomen. Maar met als gevolg dat ik een van de jongste senatoren ben geweest. Misschien wel ooit volgens mij, want ik was heel erg jong. Ja, vanaf 98 zat ik in de Senaat. Toen was ik 39. En dat is voor de Senaat is dat een behoorlijke jonge leeftijd. Dus en hoe was dat kan dan? Ik jullie om verzinnen. Daar op jonge leeftijd ook wel heel mooi. Hè? Het was ook een hele warme club waar je echt ook welkom werd geheten. En het heel erg, ja, het was gewoon allemaal familiair, zeg maar. Dat is het. En natuurlijk zijn er dingen, dat kan niet anders zijn. Maar het is, in basis zit er allemaal ook een positieve grondhouding onder. Dat vind ik bij eigenlijk alles wel. Hoewel we natuurlijk best wel moeilijke onderwerpen soms moeten doormaken als club. Ja, want, als afdeling ook. Hè. Wat doe je als senaat zijn eigenlijk? Ja, de senaat is eigenlijk de club die eigenlijk een soort borging heeft gegeven. Een soort zekerheid heeft gegeven aan jonge mensen zoals jullie zijn. Van jullie willen iets nieuws verzinnen. En daar heb je risico's loop je dan. En zo is de organisatie ook opgericht. En toen heeft de senaat is erachter gezet van oudere mensen, wat ik inmiddels ook ben, die toch een beetje wat meer ervaring hebben, die toch wat meer mogelijkheden hebben om risico's wat weg te nemen. CQ ook financieel wat bij te staan, mocht het helemaal fout gaan. En de Senaat heeft eigenlijk gezorgd dat er altijd een soort borging was, een soort risicobeheersing was. Dat de jongeren toch wel een beetje, niet in toom gehouden werden, maar wel geborgd stonden. Dat als het mis zou gaan, dat er dan maar mensen achter stonden die zeiden van nou, we lossen dat even op. Zo is de Senaat eigenlijk ontstaan. En er is nog steeds, is dat symbolisch zo. Hè? Symbolisch draagt ook de Senaat elk jaar, draagt de Senaat ook per senator ook een extra bedrag af naast het lidmaatschap aan de vereniging, algehele vereniging, waarmee dat eigenlijk symbolisch in financiële zin nog steeds wordt gedaan. En de Senaat is natuurlijk een club die ongevraagd en gevraagd adviezen geeft, opmerkingen maakt. En wel een soort Eerste Kamer is, zeg maar even, als je het wil vergelijken met het maatschappelijke bestel. Een hele belangrijke afdeling dus. Nou, kijk, als het dat is in het geval er echt problemen zijn, dan heeft de Senaat wel mogelijkheden en ook wel mensen erin soms, die niet allemaal, maar die allemaal toch wel, ja, op een gegeven moment die dat gevoel wel hebben. Die wel zeggen van ja, we moeten toch wel de vereniging wel bijstaan. De ganzeneieren is bijvoorbeeld ook het voorbeeld. Hè. Die ganzenei wordt dan ter beschikking gesteld. Ik weet niet of jullie dat weten. 111 euro is dat. En bedraagt, dus, ze noemen het een ei, maar het is 111 euro. En die 111 euro zijn ook, die worden jaarlijks ook wel toegekend aan nieuwe ontwikkelingen. Van vernieuwende stimuleringseieren zijn het eigenlijk. Van joh, we dragen even als Senaat iets extra's bij. Naast mondelingen adviezen, maar ook in financiële zin. En hoe groot is de Senaat nu? De Senaat zit dag 33 of 34 leden. Dat is best veel. Ja, dat is ook het maximum 33. Ja. Dus het is een behoorlijke club, ja. Mm-hmm. Ja. Maar in dat convent, hoe was dat? Was het een warm bad om in te komen? Absoluut, zeker. Ja, het convent is, zoals elke afdeling, er zijn ups en downs. En er zijn momenten van ontwikkeling. Enerzijds gaat het soms heel erg geweldig en heel veel activiteiten, heel veel sfeer. En er zijn ook momenten waar het allemaal een beetje moeilijker is. En dat wisselt elkaar een beetje af. Mm. Convent heeft optredens gedaan. Er zijn hele leuke optredens geweest. Maar ja, de eerste keer dat ik bij het convent meedeed, was wel een leuk verhaal even. Toen natuurlijk, je bent de nieuwe prins, dus dat behoor je eigenlijk automatisch overal aan mee te doen. En toen hadden ze mij gevraagd, dat was toen het optreden, het kleine kootje. Dat zeggen jullie denk ik niks, maar dat is een
Dat is dan eigenlijk is er een doek waar je doorheen kijkt, zeg maar, de zaal in kan kijken. En dan staat er iemand achter je, een prins staat achter je, en die steekt met zijn handen ook door dat doek heen, onder dat doek door, en daar zitten de schoenen in. Dus dan lijkt het net of het een heel klein manneke is, met een grote kop, maar een heel klein kereltje is, die dan eigenlijk die een andere ritmiek heeft, zeg maar, vanwege die handen die dan de schoenen zijn, of de voeten zijn. En ik weet nog goed dat ik daaraan meedeed, maar ik had ook nog, ik vertelde net al, nooit echt groot nog opgetreden. Dus voor mij was het ook allemaal nieuw om iets daarin te doen. Nou, in dit geval was het erg makkelijk, want achter zijn doek dan ben je niet zo bekend, dus dat was wel makkelijk. Maar toen had ik het voor mezelf, want ik heb ook sigaren gaan roken tijdens het carnaval. Ik rook niet, ik rook nog steeds niet. Alleen af en toe, bij hele bijzondere momenten, steek ik een sigaartje op. Ik rook ook niet over de longen, want dat kan ik helemaal niet. Ik heb de foto's gezien inderdaad. Maar toen, Maar toen dacht ik voor de lol, ik denk, weet je wat, ik steek, de anderen deden dat niet, ik steek gewoon een sigaartje op tijdens dat door dit doek heen en dan een beetje een spelletje spelen. Maar ik had er niet aan gedacht dat je dat sigaartje ook af en toe uit de mond moet nemen om dan de as eraf te slaan. Dus ik stond met die sigaar en ik stond kuchend en proestend, ik weet het nog goed, met de sigaar in de mond. Ik denk, nou jongens, waar ben ik aan begonnen? Dat was de eerste keer. Aan publiek in Muzes was dat. Nou, daar heb ik natuurlijk enorm om gelachen toen. Want zo bij de hele boel de fik hebben gestoken. Gelukkig heb je een bouwbedrijf. Ja, ik kan bouwen. Ja. Ah, je hebt meteen de klus erbij gehad. Ja, precies. Zo creëer je je eigen klus. Ja, ze denken dat daarom te doen is. Ja. Maar dat was dus dat soort grapjes. Dus het is eigenlijk best wel enorm gelachen altijd. Dus ja, dat was gewoon fantastisch. Dat soort dingen zijn allemaal gebeurd. Dat is echt heel leuk. Hoor, ja. Zie je dat geintjes nu nog steeds? Jawel, zeker. Er zijn een van de clubs die naar mijn gevoel altijd heel goede optredens verzorgt. Is de 3x11. Ik vind dat de 3x11 altijd kwaliteit levert. En elk jaar ook, heel trouw. Bij het convent wil het wel eens een keertje jaartje overslaan door omstandigheden, door te weinig motivatie of geen creativiteit genoeg. En dat geldt voor de Senaat ook. De Senaat heeft ook wel optredens verzorgd, maar daar zitten ook wel wisselingen in. Dat gaat niet automatisch. 3x11 heeft echt een drive om het elk jaar origineel en bijzonder te doen. En ik vind dat echt wel knap hoor, want het is wel heel leuk. Maar, ja. Ja. Je kinderen die hebben ook bij de Ongansen gezeten natuurlijk. Ja. Gaat die, vaak automatisch. Dat gaat automatisch, ja. Nee, dat heb ik zelf ook wel ondervonden inderdaad. Ja. Want, zij zijn erbij gekomen, denk ik. Na mijn prinsenjaar gelijk. Oké, okay, dus dat was, ja. Dat was denk ik een moment kindergarten. Ja. Hebben ja. ze ook al bij gezeten. Ja, prinsengarden. Ja, prinsengarden. Ja. Hoe hebben Koen Priva to be. Koen natuurlijk, Priva to be. Ja, ook. Ja, kijk. Hofschenker is Koen geweest. En ja, Marloes heeft natuurlijk die heeft het bestuur gezeten, page geweest. Floortje niet. Helaas. Maar ja. Dat kan nog. Kan nog. Kan nog. Ja. Ze is moedertje geworden, dus dat is iets moeilijker. Maar hoe hebben jullie dat altijd ervaren? Nou, dat is natuurlijk ook iets bijzonders. Hè? Dat je gelijk in je gezin eigenlijk een gelijke hobby hebt, zeg maar. Dat je met het hele gezin daar terecht kan. Dat is ook wel heel mooi om dat te doen. Ik vind dat sowieso, dat is niet alleen met carnaval, dat is wel maar meer dingen. Dat je een gelijkgestemdheid hebt in je gezin en het met elkaar beleeft, zeg maar. Dat is wel heel mooi. En dan is het, ja, als je dan op een avond na een feest thuis komt en je bent in dit geval met z'n vijven en je komt thuis en je de volgende morgen kun je met z'n vijven praten over hetzelfde wat je meegemaakt hebt, is natuurlijk fantastisch. Je hebt natuurlijk families waarvan dat een duurzaamheid kent, hè, dat die families blijven levenslang. En dat blijft gewoon een lijn. Bij ons is dat natuurlijk niet zo. Koen die is weggegaan uit deze regio. Floortje is weggegaan uit deze regio. Ja, en dan wordt dat minder. Hoewel ze, denk ik altijd, dus met alles wat je als ouders aan kinderen meegeeft, dat komt er eigenlijk altijd wel een keer weer terug. Dus ze hebben er allemaal zoveel mee meegemaakt dat ze denk ik altijd wel voor de Ongans een warm hart hebben. En als er iets bijzonders is, dan zullen ze zeker zich daar weer goed voelen. Dat is wel duidelijk. Denk je dat de Ongans ook op deze manier aantrekkelijk blijft voor de, nou, over 20 jaar bijvoorbeeld, ja, met deze manier? Ja? Ik weet wel zeker, ja. Ik denk gezinsverbanden is toch iets wat laten we hopen dat zo blijft. Want ik denk dat het ook bij de mens past, zeg maar, om met elkaar een gezin te vormen. Natuurlijk logisch, vader, moeder en kindjes, dat hoort bij elkaar natuurlijk. En dan is het heel mooi als zo'n vereniging zich daar voor toelaat, zeg maar, dat gebeurt. Dat, ik denk dat dat heel erg goed is, ja. En dat zal ook denk ik wel zo blijven, ja. Ja? Ik denk ook dat op dit moment ook wel, de verjonging zie je dat ook wel. Ik denk dat er ook wel weer meer, misschien wel meer ruimte voor is nu als 10 jaar terug of zo. Ik denk dat er iets meer ontwikkeld is ook weer voor de jongeren. Dat lijkt het wel op althans, ja. Ja. Ja, die verhalen hebben we ook al gehoord inderdaad bij een... Ja, bij onze vorige interviews. Ja, ik heb zelf altijd wel, maar dat heb ik met meer dingen wel, dat doe ik zelfs in mijn eigen vak, heb ik dat wel. Dat
Volgens mij moet je vooral, en dat zijn allerlei pogingen al wel gedaan in Ogansen, om vooral de achtergrond aan elkaar door te geven. En ik denk dat daar misschien wel nog steeds een beetje het gemis in zit. Dat je moet mensen blijven interesseren, ook in de historie van waarom iets zo is gegaan. De vraag is wel, of in de huidige tijd, jullie zijn jonge mensen, of in de huidige tijd de jongeren daar nou zo zitten te wachten. Ik vraag me ook af of ik dat bijvoorbeeld zou hebben gehad op jullie leeftijd, dat ik dan vroeger ook met al die mensen die allemaal over vroeger zaten te praten, of ik dat leuk had gevonden. Van de andere kant denk ik dat als je het toespits op de fundamentele waarden van de Ogansen en je maakt die eigen tijds in de zin van het doorvertellen, dat wel goed is. Want er zitten natuurlijk wel, er zijn er niet zoveel waarden die je eigenlijk moet doorvertellen. Maar geef, misschien zijn het er maar 10. Maar vertel die 10 en blijf die maar herhalen, waardoor je uitlegt waarom iets is. En dat heeft ook te maken met het hele protocol en met waarom doen wij dingen nou zo zoals we die doen. Dus wat dat betreft denk ik dat een van de toch een hele belangrijke dingen is. En om vooral het carnaval als begrip, zeg maar, vooral te blijven vertellen. Waarom doen we? Wat is carnaval? Want we hebben de mond vol over dat het in Huissen bijvoorbeeld allemaal beter gaat. Dat het allemaal veel makkelijker is. Ik vraag me eerlijk gezegd af, als ik in Huissen kom, en ik ben een paar keer geweest ook bij carnavalsuitingen, en dan zie je in Huissen, zie je daar gewoon een hele hoop mensen. Heel andere sferen natuurlijk als een stad als Arnhem. Maar die mensen, of ze nou naar de kermis gaan, of naar het carnaval, of naar de Huissense omdracht, is dat geloof ik een of ander iets. Ze trekken een ander pakkie aan en ze doen daaraan mee. Dat zijn deelnemers, dat zijn passanten, dat zijn belangstellenden. Maar de belanghebbenden, die weten de kern te vinden. En ik denk dat het verschil moet zijn, dat je wel in zo'n Ogans als vereniging wel belanghebbenden moet hebben. Mensen die het begrip carnaval wel begrijpen en zeggen, dat dragen wij uit als vereniging naar anderen toe. Want dat moet voor iedereen toegankelijk zijn. Wat vind je eigenlijk een goede prins? Wanneer ben je een goede prins? Ja, dat is natuurlijk lastig. Ik was natuurlijk de beste. Dat mogen duidelijk zijn. Dat kan niet anders zijn. Nee, wat natuurlijk heel belangrijk is dat een prins natuurlijk een verbinder is. Hè? Dat de prins wel zonder aanzien des persoons natuurlijk voor iedereen toegankelijk is. En voor iedereen bereid is om zich open te stellen enzovoort. Een prins moet echt zich eigenlijk wegcijferen en zeggen van, goh joh, maar ik mag het roer wel vasthouden, maar uiteindelijk maken jullie het feest. De vereniging moet het doen. En de prins is slechts de tool die er staat om nou eenmaal dat figuur van ons trio, zeg maar, aan te voeren. Dat moet die prins kunnen doen. Het moet vooral geen eigen feestje worden. Hij doet het voor de vereniging, ten dienste van de vereniging. En daar moet hij veel voor laten, zeg maar. Maar hij krijgt er ook ontzettend veel voor terug. Hm. Het is echt een gunst, zo zie ik het echt, hoor. Ik vind het echt een hele, heel mooi als je dat mag doen. Mag doen voor anderen. Maar het is natuurlijk het mooiste dat er is ook mensen iets geven. Het is niet voor jezelf, het is voor anderen. Je bent er voor anderen. Dat vind ik. Het moet eruit bruisen, bij wijze van spreken. Dat je als prins het feest wil aanvoeren om iedereen tot een grotere hoogte te brengen. Dat is denk ik het goede wat een prins zou moeten doen. Zonder aanzien des persoons. En vooral ook, dat vind ik ook heel belangrijk. Want dat is de kernwaarde van Ogans ook. Hè? Van het carnaval ook. Hè? Voor iedereen toegankelijk. Niet zie mij eens. Ja, dat mag niet. Als je dan het mooiste daarvan is, en dat kan ik me heel goed herinneren, maar dat zie je ook nog steeds. Als je dan kijkt naar de kindergarten, die geeft eigenlijk, de kinderen spreken ook altijd de waarheid. Dus kinderen in dit geval, die geven ook de waarheid. Laat ze ook zien. Als je die kinderen ziet die dan van die betreffende prins een cadeautje krijgen, hoe weinig of hoe gering ook, dat is helemaal niet belangrijk. Maar die kinderen die staan eigenlijk helemaal op te kijken. Het ligt ook aan de lengte natuurlijk van die kindjes, trouwens, van die prins. Maar die staan op te kijken naar de prins. En dat is natuurlijk net, dat is het figuur wat we graag willen. Dat stukje van zo'n prins is, we kijken er voor de vorm tegenaan. Van, dat is de prins, maar het is eigenlijk, ja, waar hebben we het over? Weet je, het is allemaal onzin. Het is gewoon, het is vooral carnaval, hè? Het is echt onzin. Het heeft helemaal niks te maken met status of iets. Het is andersom. Het is gewoon onzin dat dat gebeurt. Maar dat maakt het nou net zo leuk. Ja. Dus ik denk dat die prins ook echt als zodanig behandeld moet worden. De prins komt eraan. We hebben natuurlijk, jullie kennen dat ook wel. Bij de muziekbands zie je het wel. En dat is ook iets. Als die muziekband moet ook ten dienste staan van die prins. De prins komt binnen. Je ziet bij Alexander en Maxima zie je het ook. Hè. Eigenlijk is dat vergelijkbaar. Ja.
pas op, daar komen ze aan. Oh, jongens, daar komen ze aan. Flauwekul natuurlijk, want we doen dat spelletje. Het is een spelletje, het is voor de grap. Maar de onzin is leuk genoeg om de energie in te steken. Daarom, en dit maakt het zo leuk. Als je dan als prins komt, jongens, oh, de prins komt binnen. Oh, hij heeft mij iets gezegd. Jongens, wat leuk. Ik weet ook goed van ook van Timo en Yvonne Siep. Die hadden toen drie dochters, helaas natuurlijk niet meer, heel triest. Maar Yvonne kwam toen met haar drie dochters. En ik geloof dat er eentje in de kindergarten zat en twee in de prinsengarten. Nou, en die drie dochtertjes van Yvonne. Nou, en ook, ik was zij-instromer en volgens mij was Yvonne met haar kinderen toen ook nog zij-instromer. Nou ja, dat was gewoon geweldig. Dat was gewoon zo, dat stelde natuurlijk niks voor. Je zou er verbeelding van kunnen krijgen, bij wijze van spreken. En dat maakt het juist zo apart. Dat je denkt van, jongens, waar heb ik het over? Ja. Het is heel apart. Ja. Dat maakt het net het gekke, ja. En dat moet denk ik ook wel gebeuren zo. Dat moet de prins ook wel een beetje spelen, dat spel. Voor de lol, hè? Lol, ja. Ja. Dat is een van de leukste dingen, misschien wel. Als je dat vooral beseft, dan denk je, jongens, wat zijn we nou één keer doen? Wat een onzin. Maar ja. Ik word een beetje emotioneel van het verhaal. Nou ja, kijk, het carnaval is natuurlijk is emotiegebonden. En dat heeft het ook, vind ik. Als je de sferen ziet en je ziet... Als je gewoon al ik heb wel eens momenten gehad dat ik dan bij de opbouw van het carnaval sta. Dat was nog niet zo lang geleden toen net de nieuwe zaal van Muzes weer open was. Toen we net weer terug waren in Muzes met dat decor, met die doek... En dan stond ik in die zaal en dan zie je die enorme groep jongeren met name. En dan denk ik, jongens. Als je als bedrijf, ik mag dan directeur zijn van het bedrijf. Als je als bedrijf zo'n club mensen kan motiveren die dit doen. Die zo met elkaar voor het gezamenlijke doel bezig zijn. Ja, wat moet je nou mooier hebben? En eigenlijk, dat is emotie. Want daar gaat het eigenlijk om in je leven. Dat je dat stukje kan vasthouden. En we moeten er heel zuinig op zijn. We moeten koesteren en blijven... Slijpen, als een diamantje blijven slijpen, dan kun je nooit meer stoppen. Je blijft altijd aanpassen aan de hand van de tijdgeest en aan de hand van nieuwe visies, nieuwe ontwikkeling. Je mag de ogen niet sluiten voor de toekomst, dat kan natuurlijk niet. Het is moeilijk hoor, maar anders word je niet oud, hè, als je dat niet doet. Dan stop je leven. Je wordt pas oud als je kan aanpassen. Dus je moet aanpassen. Hè. Dat is wel heel erg duidelijk. En dat doet de ongans natuurlijk toch wel. Af en toe met vallen opstaan en af en toe met een hoop gedoe. Maar uiteindelijk, ach, dan hervinden we het toch wel weer. Ja. 66 jaar al, hè? Dat is ook wel heel lang, hè? Ja, knap. Echt knap. Ja. Hoi, Jip hier. Voor mij betekent carnaval feest vieren en heel veel plezier maken met zo'n grote groep mensen. Jong en oud, een beetje door elkaar, wat je eigenlijk met carnaval zie je dat het vaakst en dat is toch het mooist. Maar het liefst heb ik toch feesten met Priva to Be, die we eigenlijk het hele jaar lang niet zien. Maar dan die 5 dagen zijn we weer bij elkaar. En dan beseffen we eigenlijk weer wat voor een gezellige en chaotische groep we zijn. Joejoe, ciao ciao. Die man die slaat een heel gesprek lang de ene naar de andere spijker op zijn kop. Ja, dat kan je wel aan Jan Kuipers overlaten inderdaad. Kijk, ik wil niet op deze manier luisteraars trekken. Maar ik vind het wel verplichte kost voor de toekomstige prins om dit even te luisteren. Van, hoe vervul je nou zo'n rol? Ja, precies. Nou houdt Jan natuurlijk ook wel van een biertje. Dus die heeft ook echt wel zijn momenten gepakt in zijn prinsenjaar. Maar de essentie van het verhaal, ja, die is wel duidelijk. Die is wel even belangrijk, hè? Ja. Victor Burgers, plein nummer 11. Prachtig industrieterrein natuurlijk hier. Dit is ultiem vertoeven. Ja, dat is schitterend hier. Maar goed, geen tijd om ons heen te kijken, want we komen natuurlijk voor Chris. Om een duik te nemen in het archief van Nonganzen. Daar gaan we weer. Hopen dat hij thuis is. Hey mannen, daar zijn jullie weer. Ah, dat is fijn. Kijk, kom verder. We gaan beneden naar boven toe. We gaan direct door. Ik heb echt wat moois voor jullie. Ik heb dingen neergelegd. Geweldig. Geen tijd te verliezen. Kom maar mee. Hebben jullie al koffie gehad? Nou, ik lust wel een makkie. En Jeroen, thee zeker, of niet? Ik lust wel een kopje thee als ik ja, kan, ja. Nou, ga eens kijken of dat er nog een kopje water drinken. Nou Chris, ik ben heel benieuwd wat je hebt meegenomen. Ja, ik heb een... wat bijzondere muts. Normaal gesproken hebben wij van die steken met van voren een punt en van achter een kwast eraan. En, dit is een speciale muts. Hij is wit. Hij heeft een punt naar voren en een punt naar achteren. En dan zit er een rondje in. En daarop is de dubbele gans geborduurd. Deze muts werd in de jaren
70, 80, is die door de Nuremberger Trichter, een bevriende carnavalsvereniging uit Nuremberg in Duitsland, aangeboden aan toenmalig grootvorst Ben Bolder, toen hij stopte als actief grootvorst bij de Ongansen. Hij is hem aangeboden als een roerstandmutse, een pensioensmuts. Oh. Ben Bolder werd in de roerstand verheven, dus hij werd gepensioneerd. En daar kreeg hij die speciale muts voor. Ik heb geen idee of hij hem veel gedragen heeft. Ik denk het niet, want als ik kijk naar de leren band aan de binnenkant, dan is hij nog helemaal schoon. En normaal gesproken zijn mutsen, als ze gebruikt zijn, zijn altijd een beetje vettig aan de binnenkant. En ik heb wel mutsen beneden in de archiefruimte liggen die te smerig zijn om aan te pakken. Dat komt gewoon door het zweten, door huidvet en dat soort dingen. Daarom zit er ook zo'n leren band in. Deze ziet er nog gaaf uit. Hij ziet er gaaf uit. Hij is nog mooi wit. Het galon, het koperachtige band of het goudkleurige band wat erop zit, is wat aan de doffe kant. Maar ja, dat, na al die jaren krijg je dat gewoon. Ik weet ook niet of dat nog schoon te krijgen is. Maar het is een hele bijzondere muts. Het is een uniek exemplaar binnen de Ongansen, maar ik denk in de hele carnavalswereld. Ja, er is er maar één van. Er is er echt maar één van. Ja. Speciaal voor hem laten maken, ja. Dus daar is aardig wat geld mee gemoeid geweest. Ja. De Ongansen had met name in de jaren 60 nauwe banden met de Nuremberger Trichter. Trechters. Hè, ze hebben ook een trechter als logootje. En daar gingen ze altijd heen. En zelfs bij een jubileum zijn ze in de Meisterzingenhalle in Nuremberg geweest met de hele Ongansen. Er is een vliegtuig gecharterd. Hele Ongansen erin. Arnhem bent erin. En ze zijn het weekend naar Nuremberg geweest. En hebben daar enorm feest gemaakt. Hebben laten zien hoe ze in Arnhem carnaval kunnen vieren. In een Duitse stad notabene. En zijn twee dagen daarna weer met een speciaal gecharterd KLM vliegtuig weer teruggevlogen. Het mocht wat kosten in die ik tijd. Ik wou zeggen, ja. Dus dat gebeurt tegenwoordig niet meer. De Ongansen was toen een club van ondernemers. En er zaten nog een aantal aannemers in. Die natuurlijk ontzettend veel verdienden in de wederopbouwtijd. Dus dat kon allemaal. En ze vonden het belangrijk om dat goed te doen. Dat hebben we binnen de Ongansen nog steeds. Je doet het. Je viert een carnavalsfeest. Volgens de regelen van de goede smaak. En dat proberen we nog steeds zoveel mogelijk te doen. Lukt niet altijd even goed, maar toch. De roerstandmutsen. Het is weer voorbij gevlogen, Bram. Maar de aflevering zit er alweer op. Potverdikkie, wat gaat dat snel, zeg. Maar niet getreurd. Volgende week donderdag zijn we er weer. En gaan we het hebben over de afdelingen. Ja, we redden het alleen niet om alle afdelingen te bespreken in een aflevering. Dus we zweven een beetje door de vereniging heen. Wat gaat er goed, maar ook, waar liggen de uitdagingen? We gaan natuurlijk ook weer naar Chris en we hebben wederom een mooie column. De mensen kunnen alvast in een agenda zetten dat vanaf nu iedere donderdag er een nieuwe aflevering te beluisteren is. Nou, zet dat dan ook in de agenda, lieve mensen. Zo mis je niets. Bedankt voor het luisteren en tot volgende week. Tot volgende week.